De kick naar Van Kleemput. Vino die kijkt inside. En krijgt daar het baalscreen. Ja, Vino zeer sterk. En dan komt de time-out van Groningen. Ja. Ik zou normaal ook wat dingen plaatsen. Boom. Ja. Dat zal Racine toch nodig hebben. Dat vertrouwen, die drie punten. Ja, ja, ja. Zo brengen ze 10 punten voor. Johan Buggenhout en Suin. Ja. En we zijn weer vertrokken. Suin zal moeten binnen vallen. Ja, zeker. Hoogezien de inside actie van Keuze de bal breekt. Kut naar de baskets. Hollanders met die handoff bij Gavrovic. Ja, en daar Mix die snel instapt. Ja, sterke linkshandige Amerikaan hoor. Daar snel de bal terug tot bij Gavrovic, die bedankt met 2 punten. Ja, zeer sterk. Spelen ze een zeer goede wedstrijd eigenlijk langs Toners kant hoor. Ja, ze gaan toch in een zone, dacht ik. Ja, ze zitten toch in de zone. Opletten voor John. Hopla, ja. Dat is heel mooi uit die screen van Theo John. Ja, zeer mooi gespeeld hoor. Ja, mooie play. Ja, je moet wakker blijven hoor, want die binnen is terug op 10. Hè. En daar gaat hij. Voilà. Dan komen ze op 10 punten. Ja. En de bank bij Groningen veert uiteraard recht. Wil een boost geven. Bal ophalen op de top. Oh, nee. Gaat voor een wat moeilijke diepe shot. Maar heel makkelijk hier voor Groningen. Ja, kijk, en op die manier komt Groningen terug tot 2 punten. Kjozi die daar de mismatch wil aanvallen tegen Tomsik. Kijk naar de met outside shot. Zeer sterke draai van Renault. Ja. Daar blijft het tussen John en Jovanovic. Blijft het hard tegen ons acht. Jovanovic, die gaat het zoeken tegen John, natuurlijk weet dat hij in foutenlast zit. Ja, wel zeer belangrijk bij Giants kant om deze stop te maken. Ja, daar is Johan Buggen al. Opgelet, gooit die niet weg. Ja. Gelukkig dat de bal terugkwam bij Jo. Ja. Dat was even scherp toch? Mooi, nou super. Wat een rijtje vooruit zijn ogen. 10 seconden te spelen. Ja, het is niet cadeau gegeven hoor. 86-76. Een overwinning voor Killnet Antwerp Giants.